Sadok, derde in Leiden. Haveri wint Almere City Run. En Van Veen, tweede van Nederland. Welkom bij het belangrijkste sportnieuws uit je eigen provincie. Zometeen meer over de City Run hier in Almere. Maar eerst gaan we terug naar gisteravond. Almeerder Gregory Sadok is derde geworden tijdens de Gouden Spijk in Leiden. Sadok hier derde van rechts. Terug van veel blessureleed. In Hengelo tijdens zijn eerste wedstrijd van het seizoen liep hij 13 seconden en 82 honderdste. En gisteravond met een tegenwind van 0,7 zette Sadok de tijd stil op 13,84. En daarmee werd de Almeerder derde op de 110 meter horde. Abdelaziz Almandeel uit Kuwait werd met 13,66 eerste. En de Amerikaan Frederick Thompson maakte het podium vol. Hij zette de tijd stil op 13,82. Sadok dus derde in Leiden, maar eigenlijk is dat helemaal niet zo belangrijk. Want hij wil terugkomen op zijn oude niveau en zich plaatsen voor het EK. Ja, omdat ik zoveel pech heb gehad, zoveel trainingsachterstand heb, komt eigenlijk alle wedstrijden komen net eigenlijk 6 weken te vroeg. Nou, ik heb nu nog 6 weken volgens mij naar Zurich toe. Dus als het goed is moet het net op tijd goed komen. Hoe vond je de wedstrijd van vandaag? Ten opzichte van vorige week tijdens de NBK Games alweer een stuk beter. Maar nog steeds niet goed. Ik ben nog niet snel. Je ziet dat ik nog horderitme mis. Technisch loopt het nog niet. Aan het einde loopt het nog niet. Maar desalniettemin. 5,8 een sessie vandaag. Ja. Wat doet echt nog beter? Als ik dat ga vertellen, kan je wel brood smeren. Maar ik denk dat je moet denken in snelheid en ritme. Dat moet echt veel beter. En van Gregory Sadok gaan we door naar andere atletiek. Want vandaag werd hier in Almere de City Run gehouden. Een record aantal deelnemers. En de winnaar was precies dezelfde als vorig jaar. 28, 30. Want het is opnieuw deze Giri Haveri uit Lelystad die als eerste over de streep komt. Hij liep de ruim 21 kilometer in een tijd van 1 uur, 15 minuten en 40 seconden. Dat is ruim 3 minuten langer dan zijn winnende tijd van vorig jaar. Want Giri Haveri voelde zich, zoals u ziet, niet helemaal fit. Gefeliciteerd, gaat het weer een beetje? Dankjewel, goed man. Ja, je bent diep gegaan volgens mij als ik dit zo zie. Ja, maar een beetje maar ziek man, die hoofdpijn man. Kom een beetje knie man, is niet goed man. Veel training maken, dus dat is keer perfect training maken. Dan kom maar tot de glijden daar. Ja man. Zomaar die zon man, is zwaar, een beetje zwaar. Ja. Er deden geen Ethiopiërs of Kenianen mee aan de Almere City Run. Haveri kwam daardoor al vroeg in de wedstrijd alleen te lopen. En dat helpt niet mee om een snelle tijd neer te zetten. Nee, dat is nooit het uitgangspunt geweest van de Almere City Run. Dat zal het ook niet worden. Want waar we ons op richten is juist om de hardlopen als een breedte sport neer te zetten. En het juist mogelijk te maken voor iedereen om aan het hardlopen te gaan. En daar past een extreem competitie-element niet direct bij. Aan deze vijfde editie van de City Run deden in totaal 3500 deelnemers mee. De lopers konden kiezen tussen rondes van 4, 7, 14 en 21 kilometer. Met een heerlijk zonnetje erbij was het ideaal loopweer voor de fanatiekelingen. En ging het soms iets minder, dan slepen de toeschouwers de atleten er doorheen. Gaan we door met golf, want Vince van Veen is gisteren tweede geworden tijdens het NK tot en met 18 jaar. Vince van Veen is op de goede weg richting de top. De jonge Almeerder is de laatste maanden rustiger geworden in zijn hoofd. Daardoor heeft hij prima gepresteerd op toernooien in binnen- en buitenland. Van Veen dankt die innerlijke rust aan zijn meditatieoefeningen. Ik denk niet aan kabbelende beetjes, ik denk niet aan mensen die rondvliegen of zo. Dus dat valt eigenlijk allemaal mee. Ik tel alleen mijn ademhaling en als ik daar iets tussendoor denk, dan betekent het niet dat ik met één ding bezig ben. Dus uiteindelijk is de bedoeling dat ik mijn ademhaling kan tellen en dan ben ik met één ding bezig en dan moet ik mijn golf ook hebben. Van Veen is aan het mediteren geslagen door zijn coach, Niels Kraai. Die oefeningen helpen hem ook om zijn spel te verbeteren. Ik ben veel rechter geworden. Raak meer greens, raak meer fairways, creëer veel meer kansen, sla de bal dichterbij. Minder stomme fouten, dus ook gewoon course management, hoe speel je een baan en wat voor keuzes maak je. Ik denk dat ik daar ook wel heel erg veel progressie in heb geboekt. Ja. Ja. Dat de jonge Almeerder steeds beter presteert is maar goed ook, want hij heeft grote doelen voor de toekomst. Nou, ik ben nu 17.
laat zeggen dat ik in 10 jaar nummer 1 van de wereld word. Dat is eigenlijk mijn droomdoel. En dan de Masters winnen. Het groene jasje aantrekken. Ja. De green jacket, maar is dat reëel? Ja, zeker reëel. Als ik gewoon goed blijf spelen en ik blijf me ontwikkelen op de vlakken waarvan ik zeg dat ik beter in koorde, dan uiteindelijk moet je overal kans kunnen maken op een overwinning. En dat betekent ook dat je in de top mee kan draaien. Onbegrensde ambitie. Ja, zeker weten. Ja, waarom niet? Ik denk als ik die doelstelling niet heb, dat ik het niet ga halen. Dus ik kan maar beter voor dat gaan. Ja, als het niet lukt, dat zie ik dan wel. Maar ik ga eerst proberen om dat te behalen. Zometeen Sportpraat en dat gaat over het WK voetbal. Maar nu eerst onze serie Afzien. Vandaag zien we af met Koen Verbaan uit Emmeloord. Mooi om te zien hoe Koen Verbaan door de Noordoostpolder rolt. Want volgende week dan moet hij klaarstaan voor een rondje om het IJsselmeer. Ja, 350 kilometer is de bedoeling. Rondje Markermeer, IJsselmeer. Met een hele grote groep. 78 staan er nu ingeschreven. Het is een website. Het is voor de Nierstichting. Van het voorjaar kwam ik dat tegen. Het leek me erg leuk. Mijn vrouw zag dat en denk: hey, is dat voor jou? Ja, ga ik voor. Dus leuk. Eerste keer ook inderdaad, dat je daar met rijmen, want zo heet het evenement, dat je daaraan gaat deelnemen. Ja, voor mij is het helemaal de eerste keer. Ik heb zelfs de groep pas 2 weken geleden voor het eerst gezien. Echt zin in, zeker weten. En met dit weer helemaal natuurlijk, het moedigt flink aan. Dan heb je er weer... even uitheigen, hè? Dat kost even... Maar 340 kilometer, dat is natuurlijk niet niks. Ga je dat redden? Heb je er vertrouwen in? 5 jaar geleden was het 340. Ik zag dat het nu 350 is. Gaan we het redden? Nou, het zal erg afhangen van mijn voeten. Ik denk dat het zwaarste ding is. De voeten gaan erg zeer doen. Ze worden samengedrukt. Ze worden beurs en blauw. Maar we zijn aan het voorbereiden. We gaan zo voor het maximale. Atletiek is een mooie sport. Maar wat is volkssport nummer 1 in Nederland? Ik denk voetbal. Ja. Op die moment zeker. Ja. Volgt u het voetbal een beetje? Nou, ik durf weer niet te zeggen, maar ik kom uit Spanje. Dus ik volg het wel. Ja. Ja. Dat deed pijn, hè? Nou, helemaal niet hoor. Hartstikke leuk voor Nederland, zeker. Ja, ik ben niet zo'n voetballer. Dus, maar als Nederland voetbalt, kijk ik wel voetbal, ja. Wat is dat in ons land? Als Nederland voetbalt, kijkt iedereen? Ik denk samenhorigheid. Bent u ook een beetje een voetballiefhebber? Nee, helemaal niet. U kijkt het WK niet? Nee. Echt niet? Nee. Ook het Nederlands elftal niet? Soms wel, maar ik ga liever hardlopen. Ik vind alle sporten leuk, maar voetbal vind ik ook heel leuk. Vooral als het zoals gaat, zoals vrijdag. Dus dan is het helemaal fantastisch. Volgt u het WK een beetje? Jazeker. Ja. Alle wedstrijden gezien? Nou, niet allemaal. Die van vannacht niet, in ieder geval om 3 uur. Gaat Spanje verder komen? Denk ik niet. Ik denk dat de volgende ronde, misschien deze ronde nog wel. En bij de volgende ronde worden ze uitgeschakeld. Dat denk ik wel. Ja. En Nederland? Die heeft een grote kans, denk ik wel. Maar ik denk dat Brazilië gaat winnen. Dat weet ik. Waarom? Ja, eigen land. En ze zijn ontzettend gemotiveerd. Dus ik denk dat ze gaan winnen. Ja. Het was een belangrijkste sportnieuws uit je eigen provincie. Volgende week zijn we terug vanaf 8:08 op de zondagavond. In de tussentijd kan je ons natuurlijk ook volgen op Twitter. En dat is @FlevolandSport. Tot volgende week, 8:08. Heel graag tot dan. Dag.